Hij is net afgelopen, de persconferentie van de Vierdaagse, de Nijmeegse Vierdaagse. Ik mag wel zeggen, ik sta hier bij een trotse burgemeester van Nijmegen. Zeker, en dat is hij alle dagen van het jaar, maar met vooruitzicht op de 100ste Vierdaagse. En alle feestelijkheden en bijzonderheden die erbij horen. Ik heb er een heel goed gevoel bij en trots hoort daar zeker bij. Ja, u heeft er zin in, dat bleek wel tijdens de persconferentie. Wat voor bijzondere dingen staan er te gebeuren tijdens de 100ste? Nou, ik denk in de eerste plaats wat belangrijk is, we verwachten veel meer mensen die zullen komen. Niet alleen bij de wandelaars, enkele duizenden extra, maar ook publiek wat zal gaan komen. Er zullen nog wat meer feestelijkheden zijn, nog meer muziek. En eerlijk gezegd ben ik zelf ook wel een beetje benieuwd hoe het langs de route gaat. Want ik hou er zelf rekening mee dat op tal van plaatsen langs de route er ook extra festiviteiten zullen zijn. En ik weet dat sommige dingen in voorbereiding zijn, maar dat moeten de organisatoren natuurlijk zelf maar vertellen. En we zullen natuurlijk wat bijzondere gasten mogen ontvangen, waarvan de belangrijkste natuurlijk de koning is op vrijdag. Ja. De koning op vrijdag, u zegt al, u hoeft zich daar voorbereid, zenuwachtig of niet? Nee, kijk, dit is een evenement wat zoveel ervaring heeft qua voorbereiding, hoe je het moet organiseren, qua logistiek, qua veiligheid. Daar heb ik na een aantal jaren ervaring mee het volste vertrouwen in. Ik zeg altijd, ik heb weinig zenuwen vooraf. In die week ben ik echt pas echt gerust als het vrijdagnacht is. Want dan weet je pas echt zeker dat het goed is afgelopen. Met andere woorden, je bereidt je altijd goed voor. Er kan altijd wat gebeuren. Maar er is geen enkele aanleiding om bijzonderheden te voorstellen. Mijn gevoel zegt me dat het echt een glorieuze week gaat worden. Burgemeester van Nijmegen, op het top gastheer natuurlijk tijdens deze week. Hoe heeft u zich voorbereid hierop? Nou, u zegt het. Voor mij is eigenlijk de belangrijkste rol, tenzij er gekke of vreemde dingen gebeuren, om gastheer te zijn. En ja, hoe bereid je daarop op voor? Daar kun je niet op voorbereiden, behalve zorg dat je goed uitgerust bent. Want het klinkt misschien gek, voor heel veel mensen is het feest en heel erg leuk. Maar voor mij is het vanaf zaterdag tot en met die vrijdag gewoon 7 dagen volle bak. En het is heel leuk om te doen, maar ook heel vermoeiend om al die mensen te verwelkomen, handen te schudden, mee te spreken. En ja, het is ook geen gezicht als ik daar met een chagrijnig smoel rondop, zeg maar zelf. Nee. Dus nee, eigenlijk is het belangrijkste gewoon je programma goed opzetten. Zorgen dat je goed uitgerust bent. En weet u, dan loopt het eigenlijk vanzelf. Nogmaals, als alles goed loopt, en daar ga ik vanuit en daar moeten we ook vanuit gaan. En vrijdag vroeg op, hoorde ik. Ja, ze hebben mij verleid om vrijdag, ja, ochtend is het eigenlijk, ja, om 4 uur het startschot te doen vanwege de 100ste keer. Dus het wordt een mooie lange dag. En ik weet uit ervaring dat ik vrijdagavond dan val ik op de bank neer met de voeten omhoog. Dat zal nu helemaal gaan gebeuren, vermoed ik zo. Maar weet u wat ik al zeg, als dat met een voldaan gevoel gebeurt en je krijgt dan s'avonds laat of begin van die nacht een telefoontje van de politie, alles is goed verlopen, dan is het ook een fantastisch gevoel. De zaterdag is eigenlijk voor mij nog dan de mooiste dag, die zaterdag na de Vierdaagse. Want dan kun je met een enorm trots en blij gevoel terugkrijgen hoeveel 100.000 mensen plezier hebben beleefd. En ook mag ik ze wel eens apart noemen, die duizenden vrijwilligers en professionals die zowel bij de wandelvierdaagse als bij de feestorganisatie, en niet alleen in Nijmegen zelf, maar de hele regio, geweldig goed werk verrichten. Want zij maken het mogelijk dat wij allemaal of kunnen meewandelen of feest kunnen vieren. Chapeau, echt heel goed. Ja, ja. Ik wens u in ieder geval een hele fijne week en heel veel plezier dan de zaterdag en hoop dat het allemaal goed is gegaan. Zo is het, daar gaan we vanuit en ik hoop dat we elkaar met velen mogen zien. Dus ik wens ook iedere, alle kijkers heel veel plezier.